De laatste tijd is er ontzettend veel gebeurd op de cryptomarkt en ook in mijn portfolio. En daarom is het hoog tijd voor weer een crypto portfolio update. Ik heb die al een paar maanden niet gemaakt, maar in deze video ga ik jullie weer mijn gehele crypto portfolio laten zien. Ik ga jullie laten zien wat de totale waarde is, wat ik de afgelopen maanden heb bijgekocht en verkocht en hoe mijn portfolio er nu uitziet. Verder ben ik ook benieuwd naar de kansen die jullie zien in de cryptomarkt. Ik ben heel erg benieuwd, dus laat het weten in de reacties welke munten jij denkt die kunnen gaan stijgen. Natuurlijk, de markt is al flink gestegen. We zitten inmiddels echt in een flinke boelrun. En ik denk dat het goed is om een stukje exposure te hebben aan crypto. En daarom ben ik ook benieuwd welke munten jullie als het mooiste zien op dit moment. Zelf geloof ik echt in de cryptomarkt voor de lange termijn. En vooral een coin als Bitcoin bijvoorbeeld voor de lange termijn is denk ik een goede investering. Daarom beleg ik een deel van mijn portfolio ook in crypto. Dat doe ik niet met al te veel, maar met een bepaald percentage. Dat is inmiddels wel flink gestegen. Dat zat een tijdje rond de 5%. Dan heb ik zelf wat agressiever willen beleggen in crypto, dus ik heb wat meer gestort de laatste periode. En is de markt ook nog eens flink gestegen, dus inmiddels is mijn portefeuillewaarde van de crypto iets over de 10%. Voor nu vind ik dat niet zo heel erg, maar mocht die nog heel erg veel verder stijgen, ga ik mogelijk wat posities verkopen om wat in aandelen te stoppen. Onthoud dan ook goed dat crypto een risicovolle asset kan zijn. Het kan dus veel opleveren, maar het kan ook veel risico met zich meebrengen. Dus pas goed op met het geld wat je investeert en doe dat alleen met geld wat je kan missen. Zelf investeer ik mijn crypto bij CoinMerge. Dat is een Nederlandse partij, een Nederlandse exchange, die ook lage tarieven aanbiedt. Zo kan je al transacties maken vanaf 0,2%. En mocht je nou aanmelden via de link in mijn beschrijving, dan krijg je direct 10 euro gratis bitcoin. Ben je dus nog geen klant, dan kan je dat doen en ontvang je direct 10 euro gratis bitcoin. Mocht je dus interesse hebben om te investeren in crypto of gewoon bij een andere broker willen investeren, kijk dan even naar de link in mijn beschrijving om je via daar aan te melden. En met dit allemaal gezegd te hebben, gaan we meteen beginnen met de portfolio update en dan laat ik jullie zien hoe die er nu uitziet. Zoals je kan zien zit ik nu in mijn CoinMerge portfolio en ik ga jullie een aantal dingen laten zien. Om te beginnen hoe mijn portfolio zich de laatste tijd heeft ontwikkeld. En je ziet al staan dat mijn portfoliowaarde nu bijna 8000 euro is. En misschien als je de eerdere video's van mij hebt gekeken over mijn crypto portfolio, dan weet je dat die dus flink gestegen is. Ik heb hem nu ook even van het laatste jaar erbij gepakt. En dan zie je dat hij zo van rond de 2000 euro, waar hij een lange tijd op heeft gestaan, dat hij best wel sideways heeft getraind, dat hij best wel wat stappen heeft gemaakt. Nou, hier zie je bijvoorbeeld in juli een flinke stap. Ik heb even gekeken in mijn orders deze week van juli. Dan zie je namelijk dat die van 2100 naar 2800 euro is gestegen. Daar heb ik even gekeken naar mijn orders. Ik heb daar een export van gemaakt. En daar zie ik eigenlijk dat ik in die periode niet heb gekocht. Ik heb hier 75 euro aangeschaft. Maar dat komt dus niet overeen met die flinke stijging. Dus dit is gewoon een pure waardestijging. Nou, dan zie je dat hij daarna wel weer een lange tijd sideways of iets omlaag is gegaan. Maar eigenlijk vanaf eind oktober heeft hij wel een flinke spurt ingezet. Ik heb er ook niet heel veel meer bij gekocht, omdat ik zelf in die periode heel druk was met mijn huis en daar heel veel kosten aan had. Dus heb ik even niet belegd. Voorheen belegde ik eigenlijk altijd maandelijks 100 of 150 euro in crypto. En daar is dit portfolio ook voornamelijk mee opgebouwd. Alleen heb ik de laatste twee maanden wel wat meer gestort. Zo heb ik hier een storting gedaan, eind januari, 30 januari heb ik een storting gedaan van 500 euro. Dan zie je ook dat hij een stijging heeft meegemaakt, dat hij van 4300 naar 4800 euro is gestegen in dat moment. Dus dat is 500 euro. En ik heb toevallig op het moment van opnemen ook een storting gedaan. Dat is iets 1 of 2 dagen voordat jullie het zien. Maar heb ik een storting gedaan van 500 euro. En die zie je hier terug. In de grafiek zie je hem nog niet. Maar dan zie je dat mijn portfolio op 7400 euro staat. Inmiddels is dat 7900 euro. Dus de stortingen die ik heb gedaan sinds de laatste update zijn eigenlijk 2 keer 500. En dat kan je hier ook zien. Ik zal hem even inzoomen. Dus de laatste stortingen die ik heb gedaan is 1 keer 500. En die heb ik in 5 altcoins gestoken. En 1 keer 500 en die heb ik zojuist in bitcoin gestoken. En de reden waarom ik nu ook bitcoin heb bijgekocht is omdat de altcoins al flink zijn gestegen. En daarnaast dat ik gewoon veel vertrouw op in bitcoin voor de lange termijn. Mijn portfolio wat veiliger wil maken omdat de verhouding van bitcoin wat is geshift door de stijging van altcoins. En dat ga ik jullie ook nu even laten zien naar al mijn munten. Ik ga even naar mijn volledige wallet, bekijk alles en dan gaan we even de coins doornemen. Nou, allereerst is nu bitcoin een positie van 22, bijna 2300 euro. Dat was dus 1700 euro.
En daarnaast Ethereum van €1400. In totaal had ik dus zo'n €4000 in Bitcoin en Ethereum zitten. Of herstel, €3000 in Bitcoin en Ethereum zitten. Terwijl het totale portfolio ruim €7000 was op dat moment. Dus dat betekent dat Bitcoin en Ethereum nog maar minder dan 40% van mijn gehele portfolio was. Dat betekent dus dat ik een hele agressieve beleggingsstrategie had. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Ik zat al grotendeels in Bitcoin en Ethereum. Ik denk ruim 60%. Alleen er zijn een aantal altcoins gewoon gigantisch hard gestegen. En ik heb natuurlijk die vorige maand een storting gedaan in altcoins. Als we even kijken naar de transacties die ik heb uitgevoerd, dat zijn dus 5 keer €100 in een altcoin. Dat is Injective Protocol, dat is Pyre, dat is FXS, dus Fracture, dat is Woo Network en dat is Radiant. Dat zijn de 5 altcoins die ik heb bijgekocht. Dat zijn eigenlijk 5 munten die allemaal wel redelijk interessant kunnen zijn, denk ik, voor het lange termijn. En er zijn ook een aantal al heel hard gestegen. Dat heb ik dus op 30 januari gedaan. En daarnaast heb ik dus €500 in Bitcoin gestoken. Ik heb ook een eerdere transactie gedaan, zoals je hier kan zien, 28 juli in Dogecoin. Ik ben er geen fan van, moet ik eerlijk zeggen. Maar heel eerlijk gezegd, er is gewoon heel veel geld om te verdienen. Het was op dat moment ook weer een beetje een hype. Ik heb er wat ingekocht. En op dit moment is die positie gewoon flink gestegen. Ik had namelijk €75 gekocht. En op dit moment is dat ruim €180 waard. Zoals ik al zeg, qua munt zelf, ik vind het een beetje apart. Maar er is gewoon heel veel geld om te verdienen. Dat is ook gelukt tot nu toe. En daarom heb ik hem aangeschaft. Als we dus even kijken naar mijn portfolio, dan zie je dus dat Bitcoin en Ethereum de 2 grootste posities zijn. Nou, dat is natuurlijk niet zo gek. Ook als we kijken naar Bitcoin, hoe die zich heeft ontwikkeld het laatste jaar, zie je gewoon dat het echt stormachtig is ontwikkeld. Als we kijken naar de laatste jaar in de grafiek, dan zie je gewoon dat die rond de €20.000 stond. Of sorry, dollar stond een jaar geleden, een kalenderjaar geleden. Die is hier wel een beetje gestegen, 30. Maar eigenlijk pas sinds ook oktober, eind oktober zie je hier dat die echt heel hard is gestegen. Een flinke stijging heeft doorgezet. En inmiddels gewoon richting een all-time high aan het move is. We staan op $66.000. Ik heb nooit per se heel veel tegelijk in Bitcoin gekocht. Ik heb het vooral stapsgewijs gedaan, vaak €50 of €100, zoals jullie weten. Nu dus wel een grotere transactie, omdat ik wat beschikbaar had, wat ik graag wil investeren in crypto. Maar deze positie is gewoon opgebouwd met vooral hier en daar een paar tientjes. En dat loopt best op. Ethereum dus. Verder Solana is flink gestegen. Dat is ook wel een leuk om uit te pikken. De meeste altcoins koop ik voor 50, 75 of €100. Solana had ik wat meer van gekocht, ruim €300. En als we ook daar kijken naar hoe die ontwikkeld is het laatste jaar, zie je gewoon dat die keer 6 is gegaan, waar die hier rond de €20 stond, of dollar stond, is dat nu gewoon $130 per stuk. Ook die is dus heel hard gestegen. Nou, de volgende munt in mijn portfolio, dat is Fetch, oftewel Fetch.ai. En die heeft echt een belachelijke stijging meegemaakt, vooral sinds ik hem heb gekocht. Hij staat nu op €1,62 per stuk. Als we kijken naar de dollarprijs, zie je dat hij nu staat op $1,75 per stuk. En ik heb hem aangekocht qua euro's op 0,09 per stuk. Dat betekent dat hij nu zo'n 18 keer over de kop is gegaan van het moment van kopen. Ik heb hem al langere tijd, als ik hem even op 1 jaar zet, dan zie je hier een periode dat hij zo rond de 0,09 zat. En dit is waar ik hem ergens heb gekocht. Ik heb hem geloof ik 22 augustus gekocht, zag ik in mijn sheet staan. Dat is hier ongeveer geweest. En hij staat nu dus sindsdien gewoon zo'n keer of 20 of 18 zo hoog. Ik heb in de tussentijd wel iets verkocht, want de altcoins, als die flink stijgen, probeer ik hier en daar wat winsten te nemen. Ik heb dus toen de tijd 500 coins gekocht voor €50. Ik heb toen die op €250 stond, heb ik ongeveer €40 verkocht om zo goed als mijn inleg eruit te halen. En inmiddels is die positie die toen nog €200 over was, gestegen naar €700. Een hele grote positie dus in mijn portfolio. En ik ben een beetje aan het twijfelen of ik hier nu een deel van wil verkopen. Misschien 100, 200 of €300. Om gewoon wat winsten te pakken. Want dat kan natuurlijk ook heel hard kelderen met dit soort munten. Het is een mooi project, maar het is wel iets wat dus in mijn achterhoofd speelt. Waarvan ik denk, deze wil ik mogelijk wat van verkopen. Ik ben ook benieuwd wat jullie daarin denken. Laat het weten in de reacties. Is dit er een die ik nog moet vasthouden of een deel van de positie verkopen? Nou, dan ga ik even iets sneller door de munt heen, want nu gaan we wat kleinere munten of wat kleinere posities zien. Polygon is er eentje die ik al heel lang heb. Heb ik denk ik een paar tientjes in gestoken. Is nu ruim €300 waard, flink gestegen. Binance Coin is er eentje, gewoon een wat stabielere munt, een grotere munt van het platform van Binance, dus de BNB Coin. Een hele interessante, heb ik een wat grotere positie in en ook zeker niet van plan om die weg te doen. Polkadot, een mooie stijging doorgemaakt. €226 in Polkadot. €200 in Cardano, die is niet eens zo heel veel gestegen. Daar heb ik gewoon zelf wat meer in gestoken, maar die is niet echt van de grond gekomen. Dogecoin dus, wat ik zei, eentje wat ik een, meme coins ben ik niet zo'n gigantische fan van.
Maar heel eerlijk gezegd, er is gewoon heel veel geld om te verdienen. Vooral de laatste week zijn die heel hard gestegen. Dogecoin op zich niet zo, maar heel veel andere memecoins wel. Maar nu dus een positie van 180 euro, ook een flinke stijging. Dan een van de nieuwe coins, Woo Network, heb ik 100 euro gekocht een dikke maand geleden. Iets meer dan een maand. En die is inmiddels al 161 euro waard. Die is ook lekker bezig. Nou, Holo, natuurlijk een hele interessante. Heb ik een lange tijd een hele grote positie van gehad in de tijd bij Binance. Heb ik ook wat winst opgepakt. En ja, dit is wat er nog van over is. 150 euro in Holo. Avalanche, 145 euro. Vulcan, dus Pure, is een positie van 140 euro. Die heb ik recentelijk aangekocht voor 100. Ook die dus al 40% omhoog. Radiant, hetzelfde geval, vorige maand gekocht. 33% omhoog. Injective Protocol ook. Die is 14% gestegen in die maand tijd. Hedera Hashgraph heb ik al een lange tijd. Zat lichtjes in de winst. Die heb ik al, denk ik, voor 50 of 75 euro aangekocht. Maar dus ook mooi winst. FXS staat in het verlies. Die heb ik ook dus vorige maand gekocht. Maar die is dus 14% gedaald. Daar staan we dus in het verlies op. Vervolgens hebben we Ripple op 85 euro mijn positie. XRP, kleine positie. Vervolgens hebben we Quant ook op 79 euro. Is er ook eentje die licht in de winst staat. Want zoals je weet, de meeste van deze altcoins hebben allemaal 50 of 75 euro positie storting gehad in de coin. En dan komen we bij Filecoin uit, FIL, 74 euro. Om vervolgens naar de laatste paar coins te gaan die eigenlijk allemaal in de min staan. Dan hebben we VeChain, VET, die is gedaald. Terwijl dat er eentje was die vroeger heel veel potentie had, maar ja, die heeft niet zo heel veel gedaan. Staat ook niet heel erg in de min, maar 45 euro. Wink, eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat was een gaming platform. In de vorige boeren was dat iets wat gewoon heel interessant was, maar nu ja, draait het niet meer zo. 43 euro valt dus nog mee. En dan komen we bij de munten die echt flink zijn gedaald. Algorand is 23 euro. PancakeSwap 21 euro. Dat was echt een van de grotere swaps voorheen met Uniswap. Je had er nog een paar van dat soort dingen. Die was gewoon heel groot, werd veel gebruikt, maar die is flink gedaald. De Sandbox, ja, dat is natuurlijk iets wat flink gedaald is. Chili's flink gedaald. En Terra Luna is natuurlijk gewoon volledig failliet gegaan, eigenlijk naar nul gegaan. Dus zoals je ziet zijn er gewoon hier 5 munten die eigenlijk allemaal gewoon heel flink zijn gedaald. En daar zie je gewoon in sommige munten dat die 60% gedaald zijn, hè, die investering van 50 euro. En hier zelfs een helemaal, ja, gewoon nul waard. En dat is natuurlijk iets wat altijd kan gebeuren met altcoins. En daarom heb ik een best wel grote lijst aan altcoins die ik aan heb geschaft. En dan zie je dus ook gewoon dat er een aantal wel heel hard zijn geknald. En alleen een Fetch bijvoorbeeld, die staat nu al 650 euro in de winst. Terwijl er dus ook al 50 uit is gehaald. Dus oftewel zo'n 700 euro winst op Fetch. Ja, die compenseert eigenlijk gewoon al voor die paar munten die dus dik in de min staan. En dat is dus waarom ik zoveel in verschillende altcoins kleine bedragen investeer. Omdat er vaak wel een aantal zijn die echt kunnen ontploffen. En dus over het grote deel Bitcoin en Ethereum. Wil je zelf nou investeren in crypto of investeer je al, maar wil je dat bij een andere exchange doen? Dan kan ik Coinmers zeker aanraden. En als je je aanmeldt via de link in de beschrijving, krijg je meteen bij het aanmelden 10 euro gratis Bitcoin. Dit is mijn gehele crypto portfolio en ben je nou benieuwd naar mijn aandelenportfolio? Klik dan op de video hier om misschien inspiratie op te doen voor aandelen.